Yo, Elfam! En welkom terug bij een gloednieuwe Let's Play hier op mijn kanaal. En zoals sommigen van jullie weten ben ik 2 keer per week live op mijn Twitch kanaal. Twitch.tv/AltonMelvin. Hier heb ik een super eng horrorspel gespeeld genaamd Madison. En ik dacht, dit moet ik gaan uploaden op YouTube, want het was zo knijtereng. Ik heb zoveel geschreeuwd en jullie houden natuurlijk van horror en ik ook. Dus daarom heet ik jullie van harte welkom bij de allereerste aflevering van... Madison! En oh ja, deze aflevering is door iemand anders geëdit, dus vind je hem leuk, druk dan op dat duimpje omhoog. Oh mijn god, we spelen al. Oh, hallo TV. Answer me that. Just answer me that! Oké. Okay. What are you thinking? Ik weet niet wat ik aan het denken was. What the fuck is happening here? Wat is dit? You don't have items to use. Oh shit, we moeten ook nog gaan looten. Oh, er ligt hier iets. Wat is dit dan? Oh, we hebben een inventory. Een sunbox. We hebben dus een vader die naam is Schreeuwt. Ik weet niet wat het is, maar we zijn dus in Madison. Oh shit. Wat moet ik doen? Moet ik hier omhoog? Hallo? Ligt hier misschien iets wat ik kan gebruiken in een lade? Nee. En hier? Briefje. From your cousin Romeo Buenos Aires. Oké. Kan ik dit openmaken of zo? To John Maxwell family? Prachtig, 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 prachtig. Wat hebben we nog meer? Ik moet denk ik een camera vinden, want dit spel heeft dus... Oh, wat? Wat is dit? Oké, kan ik hier ook wat mee? I have to find the handle. Oh, we hebben een hendel nodig. Maar hoe vind ik die hendel dan? Wie jankt hier ook? Hallo? Vader? Dad, please. Please talk to me, I don't understand what's going on. Nee, ik weet ook niet wat hier aan de hand is. Ligt daar misschien wat op de bank? Oh, 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 hier ligt wat. Een hendel! Laten we eens kijken wat we hier nu uit kunnen halen. Use. Oké, hij opent het. En er zit in een hamer. Mooi zo. Dan kunnen we zeker met die hamer kunnen we dat hout gaan kapot hakken. Nou, best game ever. Oké, we moeten dus nu gewoon met die hamer dit gaan kapot hakken, denk ik. Hallo. Hak het door de midden. Oh, of dat kan ook. Misschien wat makkelijker. om dat eruit te halen. Not my son. Wie ben jij dan? Ik vind dit echt veel te eng. Ik ren wel gewoon door. De priest? Waarom was de priest... Oh mijn god. Dit gaat niet helemaal lekker. Ik kan niet wat. I won't be able to go back. Moet ik nou gewoon rechtdoor lopen dan? Oh, dit vind ik echt heel eng. Maar goed, we moeten hier verder. We hebben hier kaarsen staan en een doos en een gang. Kan ik hier wat met deze... What the fuck? Waarom is deze deur zo erg goed afgesloten? Oké dan. Geen idee wat het is, maar we lopen wel gewoon verder. Wat hebben we hier nog... Oh ja, dat was... Before Dad notices I'm here. Waarom heeft hij de hele tijd... Oké. En hier is een klok. En hier liggen foto's. En hier is ook iets. We kunnen hier ook iets doen. Wasn't there a door here? Ja, dat weet ik niet. Jij bent hier vaker geweest dan ik waarschijnlijk, vriend. Dus we gaan nu gewoon naar deze de klok toe. Hopelijk is deze klok een beetje veilig. Oh shit. Is dit opeens Stranger Things? Ik denk dat dit een soort van Stranger Things is geworden. Oh, deze deur is open. Oh shit. Oh, wat is dit dan? Hallo? Ik hoor echt van alles. Waarom kan ik dat lampje aanraken en deze doos? Happy birthday, Luca. Mom, Dad, we love you. Dankjewel. Wat kan ik hiermee doen? Zit er wat in of zo? Hier is ook iets. Dat is inderdaad waar. Hier is een slotje. What the fuck is dit? En deze man, die kijkt me de hele tijd aan. Oh, wat een enge foto. Ik vind het zo naar. Misschien moeten we toch maar wat met deze man doen. Hij heeft wel een mooi camerabeet voor mij. En een foto. Wat staat daar? Albert Maxwell. Is dat mijn opa? Oh, wat? Die stoel is gedraaid. Kan ik dit openen of zo? Oh, mijn camera! Oké. Oké, dit is best creepy. Ik heb een foto gemaakt van een stoel die vliegt. Shit, hé. En nu? Kan ik nog iets bij jou doen? Grandpa? Nee, ik hoef bij jou geen foto te maken. En hier is het slotje waar ik niks mee kan. Werk jij nu trouwens wel? Nee, ook nog steeds niet. De deur is wel trouwens open gegaan. Oh, ik vind het zo eng. Waarom is het spel gelijk al zo eng? Dit is fucking... Dit is... Wat is dit? Waar ben ik? Dit is een heel ander huis, of niet? Ik weet het niet. Oh, shit. Oh, het is die kutklok. Ik vind het niet leuk. Hallo, klok. Ga jij mij laten schrikken?
Ja dus. Oké, we lopen door. We zijn niet bang. We kunnen foto's maken als we willen. En we hebben hier een deur. Werkt deze deur? Nee, die deur werkt niet. Oké, dan gaan we maar terug. Hier kan ik ook nog langs, maar dat wil ik niet. Daar kom ik vandaan. Wat het verhaal tot nu toe is, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat deze zwarte foto's een soort van hint geven dat ik bijvoorbeeld er een foto van moet maken. Maar of dat gaat werken, weet ik niet. Laten we schudden. Hatseflats. Wapperen, wapperen, wapperen met die hand. En er is helemaal niks. Nou, mooi kut. Kan ik dan hier een foto van maken van de grond? Misschien zien we dan wel iets. Wapperen, 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 kop. Ligt er nou iets? Oh nee, er ligt niks. Ook helemaal niks. Shit, wat moet ik doen dan? We worden er echt in één keer ingegooid. Shit, hé. Oké. We hebben een code nodig. Hier is een code, maar ik heb geen idee. Wat moet ik dan doen? Misschien moet ik dat lampje die kapot is. Oké, daar kan ik niks mee. Is er nog ergens anders een datum die ik heb gemist? Hier of zo? Die koekoeksklok. Jij kan ook iets doen, maar ik heb alleen foto's. En daar kan ik ook niks mee. Fuck, ik zit gelijk vast. Dit is weer echt kwaliteit. Pak het schilderij. Oh. Wat hebben we hierachter zitten? Oké, een tv'tje. Nou, leuk. Weten we ook wat in die kamer zit. En dan kunnen we nu dat schilderij meenemen. En ophangen hier. Oh. I should find a nail or something to hang it with. Ja, maar wat is dit nou weer? En die klok is weer verplaatst. Ik krijg hier veel te veel kippenvel van. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. En nu is die klok hier weer. Oh, er zit wel een nagel in. Dankjewel. Vind ik enorm lief van die klok. Oh mijn god, er liep hier iemand. Ik weet nog niet helemaal wat het verhaal is, maar ik hang hier weer een foto op van mijn opa. En dan moet ik zeker een foto van hem maken. Nou, opa lachen naar het vogeltje. Oké. Oh, wat? Tada! Er is een deur gekomen. En op die foto staat helemaal niks. Dankjewel, opa. Nu kunnen we dus naar die geheime kamer gaan waar net die tv zat. Of niet, de deur fucking locked. Oh mijn god. Maar nu moeten we dus nog proberen dit slot te openen. Misschien dat we hier doorheen wat kunnen zien. Ik ben ook bang dat hier een jumpscare komt. Of niet? Oké. Hier zitten trouwens ook lades die ik kan openen. Dat zie ik nu pas. Zit hier wat in? Oh! 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 Oh, een sleutel! Oh! Is dat voor de koekoekslok? Ik weet niet wat... Het was een oog. Is het voor deze deur misschien gewoon? Hallo? Ja? Ja? Oh! Fucking nice! What the hell has dad been doing here? Weet ik niet. Madison Hill dumped her victims. Dad said he was repairing grandpa's house. But instead he's been investigating this woman. What is going on? Dat weet ik niet. What the fuck is dit inderdaad? Ik heb geen idee. Er liggen hier wel lucifers. Oh, met een J. Een sleuteltje met een vierkant en een J. Dankjewel. En dit is een tv die we aan kunnen doen. Die niet werkt. Ook maar weer grandioos kut. Een deur. Met een kluis. En een bandje. En die neem ik mee. En nog meer lades. En een papiertje. Wat staat hierop? John. I hope you find this useful. Please be careful. Remember what we talked about. I will get to you as soon as possible. I know tapes are old, but I still struggle with computers. Oh, dit is het hoesje van het tapeje of zo die we vonden. Wat vinden we dan in deze laag? Wil je dat even niet doen? Dankjewel. Oh! 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 Oh, dat werkt wel! Lucas' notebook. Waarom ligt hij daarin? Sisters... Oké, mom's arm. Dad's head. What the fuck is dit? Waren dat foto's? Dit is best creepy. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vind het tot nu toe niet heel erg gezellig allemaal. Ook hoe die gapje daar nog steeds aan de muur hangt. Ik word hier best wel bang aan. Ik word hier echt wel best wel bang van. Oh. We moeten weer ergens een foto... Oh, we moeten hier een foto van maken. Inderdaad, chat. Jullie zijn zo slim. Precies. Wat gaan we nu krijgen? Ik ben... oh, een deur die open is. En gaan we hier ook wat op zien? Wie, wat zien we erop? We zien er twee. Een man en een ander teken. Oké. Heb ik die nodig in deze kamer misschien? Wellicht. Plausibel. Ik weet niet wat ik hier allemaal ga vinden, maar ik ben heel benieuwd. Fuck. This storm must have taken out the power. Nee. Nee, in de basement. Kan ik niet gewoon... Oh, ik wilde 112 bellen, maar dat kan niet. Ik vind het echt veel te creepy. Waarom is ook de noodlamp in dit huis rood? Wat is daar de reden van? Is hier de basement? Is weg een... Oké, dat is een badkamer. Is hier dan de basement? Oh. Hier zijn altijd hele lugubere situaties die zich afspelen. Is dit trouwens wat ik moet gebruiken? Hoe werkt deze shit nou weer? Wat?
In ieder geval, we hebben deze puzzel opgelost. En ik denk dat dit de generator gaat laten aanzetten. Of niet? Please? Ja! We hebben licht. Licht in de brouwerij. Wat is dit? Dit is een heel eng gangetje. Ligt hier misschien iets? Oh. Oh. Oh, is dit van mijn koekoeksklok? Dat is Jupiter en Mars. Wat leuk. Die neem ik mee. Dankjewel. Dit vind ik trouwens echt veel te eng om erheen te lopen. Dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst terug. We hebben nog zoveel dingen die we moeten bekijken namelijk. Ik ben in ieder geval blij dat deze ouderwetse klote generator ervoor zorgt dat ik hier wat stroom heb. Wat staat daar dan? Is dat een schilderij of een persoon? Oh, ik vind het echt heel eng. Dit is echt knijtereng. Ik had niet verwacht dat dit spel zo fucking eng zou zijn. Oh, dit is al het einde of zo. We moeten uit het huis komen. Nou, die klote tv's die doen ook helemaal niks. Dit grote tyfusbeeld, dat kan ook helemaal niks. Ik vind dit enger dan verwacht. Ga ik heel eerlijk zijn. Dit is echt even een stuk enger dan ik had verwacht. Naar jullie kijkers, naar jullie chat. Ik had niet verwacht dat ik zoveel in mijn broek zou schijten. Don't use. Do not use. Kan ik dit misschien met mijn hamer fixen of niet? Nee, helaas. Oké, maar ik wil hem toch gebruiken. Wat staat hier? Combination. Wat? 5 left. Hoeveel right? Ik kan het niet zien. 5 left. Waarvoor is dit? 5 left. Nee, waarom heeft trouwens een badkamer hier 2 deuren? Wat is dit? Oh! Wat? Blue knees is real. Oké, is dat een beetje hetzelfde als blue cheese? En hier kunnen we ook nog bandjes aan afspelen. Wil ik een bandje afspelen? Ik ben wel heel benieuwd. Wat gaat dit zijn? Let me here. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you what want to break that about? Link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon... What? ...record. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs, and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. What? My advice. Steer clear of the insects. Okay. I can't be possessed. Nee, dat geloof ik ook niet. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Wat zielig! Oh mijn god. Oh mijn god, pas op. Waar zie je nou weer een rode deur dan? Ah, irritante piep! Ik weet niet wat er met dat... Oh, maar zijn wij echt bezeten? Ik hoop het niet. Ik ga echt in mijn broek scheiden als we bezeten zijn. Oh, open de notebook. Oh, wat? Hij krijgt dus waarschijnlijk dingen door zich heen die hij dan ziet of zo. Deze gast is gek. En ik ben ook gek. Dat past goed bij elkaar. Moet ik ook wat met jou doen? Er zeiden mensen dat ik een foto van u moet maken. Maar er gebeurt voor mij helemaal niks als ik dat doe. Nee, echt waar. Ik kan helemaal niks met jou. Nou, prachtig. Hele mooie foto waar we... Hé, hey, hier ligt nog wat. Wat is dit?
Oh. Oké. Okay. Die deur is op slot. Nou, we hebben in ieder geval nog een paar dingen die we hebben gevonden. Deze deur zit op slot. Waarschijnlijk moet ik iets met die tijd doen, maar dat kan nog niet. Dus we gaan door naar de koekoeksklok. Want ik heb voor mij voor de koekoeksklok heb ik dat ene mooie onderdeel gevonden. Die ik voor mij erop kan plaatsen met Jupiter en Mars. Klok, laat me het eens proberen. Ik heb geen idee of het gaat werken, maar het klinkt en het voelt heel logisch. Nou, werkt dus wel gemeten. Grandioos kut. Oh, wat vinden jullie van dit spel tot nu toe? Het is best wel eng. Je hoort ook zoveel geluiden. Ik vind het echt heel naar. Het is heel creepy. Misschien dat het met deze koekoeksklok werkt. Ook niet. Wat moeten we dan daarop plaatsen? Ik ben alleen een beetje van mijn apropos waar ik naartoe moet. Oh shit. Je hoort ook zoveel geluiden als je hier rondloopt. Ik heb geen idee wat al die enge geluidjes zijn namelijk. Wat moet ik hier doen? Ben ik hier wel veilig? De plek waar ik niet naartoe wilde. Oh, nou oké, we moeten maar even een kruisje slaan hoor. Want dit gaat waarschijnlijk me dood worden. Dit is toch fucking eng? Waarom ga ik door deze dubbele muur heen? Hallo? Oh, wat is dit voor geheime locatie? Oh mijn god, het is veel te donker. Is dit van Grandpa geweest? De rode deur. De rode deur. Oh, we moeten hier een foto van maken. Cheese. Oké. Wat gaat dit betekenen? Wat staat er allemaal? Er staat hier een heleboel op. Police only, caution, do not enter. Klinkt goed. Jeez, wat is dit? Ik ga wel gewoon deze deur openen. Ook al heb ik hier niet heel veel zin in. We doen het gewoon. Oh, ik krijg gelijk flashbacks na de ring. Oh, een put. Als hier een meisje uitkruipt, nou, dan ben ik wel heel bang. Ik weet niet wat fout met mij gaat. Ja, dat klopt. Die symbolen hebben we eerder gezien. We hadden een... Die hebben we gezien. Die hebben we gezien. En een 2. Maar in welke volgorde moet ik dat doen dan? Dat was op een foto. Dit was op een foto. Welke foto was het ook alweer? Kijk. Opletten. ProGamer Melvin gaat even naar actie. Zie. 2. Gek teken. En dat driehoekje of zo. Nou, dit moet dan goed komen, toch? Moet ik dat misschien nu gelijk gebruiken? En wat kunnen we nog meer? Oké. Het zijn 2 slotjes. Het zijn waarschijnlijk 3 slotjes. Oh, maar nu moet ik weten welke ik moet doen. Zal ik een foto ervan maken? Kijken wat er gebeurt. Oh, ik heb ook op een schep. Nou, laten we eens kijken wat er gebeurt. Lachen! Oké, daar ging even op open. Maar er gebeurde niet. Oh! 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 Kijk, dat gekke teken staat erop. Zie. Dus we moeten gewoon dan links. Oh, wacht. Dit is dan niet heel lastig, toch? Toch? Ben ik nog gek? We doen gewoon de 2 in het noorden. Dat gekke driehoekje rechts. En dat gekke tekentje links. Top. Ik ga het gewoon proberen. We gaan kijken of dit het wordt. Hier doen we de 2 op. Hatseflats. Hier doen we de gekke driehoek ding. Hatseflats. En hier doen we als allerlaatste dat ene gekke halve geslachtstekentje. Dat is die. Oh, ik denk dat dit goed is. Oké, we gaan een foto maken. Lachen! Nou, heel erg lachen vind ik dit niet, als ik eerlijk ben. Kijk, er staat ook wat op. Er staat een mannetje in. Zien jullie dat? Of lijkt dat aan mij? What the fuck? Oké, dit is heel erg naar. We kunnen hier wel naar beneden. Nou, we doen het gewoon. We zijn niet bang voor het donker en voor putten. We gaan gewoon naar beneden toe. La 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 la. Ik ben niet bang voor deze hele enge put. Ah! Oh mijn god. Oh mijn... Ja, ik weet niet. Ja, het ziet er niet heel fris uit, nee. Wat is hier überhaupt in het midden? Een lamp. Hier ligt iets, hier ligt iets. Ik neem het wel mee. Waarom hangen daar opeens caution dingen? Ik vind het echt heel naar. Hier kom ik net vandaan. Nee, dat klopt. Er ligt ook een radio. Wie is nou weer Russell? Hallo, Russell? Hallo? Is iemand daar? Joe. Wat is hier de bedoeling? Dit spel is fucking creepy. Wat gaat er gebeuren? Russell, wat moet ik me doen? Ik heb geen idee wat ik hier aan moet doen. Man. Dit is zo gek. Er gaat hier zoveel fout en er gebeurt hier zoveel en we krijgen er zo weinig uitleg over. Het enige wat ik een beetje heb opgestoken is dat onze vader denkt dat wij zijn bezeten door een of andere demon. Nou ja, als al deze gekke shit gebeurt, kan ik dat me best voorstellen dat je dat denkt als vader zijn. Want wie de fuck heeft een zoon die opeens in een of andere put in de kelder zit met een of andere walkie-talkie van Russell? Daar klopt er geen kut van.
Oh, wauw. Ik drukte net ook op rechte muisknop. What the fuck? Oh mijn god. En die foto raakt helemaal bebloed. Oh mijn god. Oh, daar kunnen we heen of niet? Oh shit. Oh shit. Nou, oké, we kunnen foto's maken. Gat voor de Gerry. Waar moet ik nu een foto van maken? Die kant op? Ook niet. Die kant op is de deur. Deze kant op misschien. Ik weet niet van welke kant nog. Nee, ook niet. Heb ik nou van alle kanten een foto gemaakt? Ik zie helemaal niks meer. Kijk, er zat ook niks meer op. Ik vind dit echt klote, zeg. Ik kom er ook gewoon niet langs. Ik kan niet springen, ik kan niks. Ik heb nu alleen wat foto's gemaakt van muren en monsters. Oh, dit is zo naar. Ik loop gewoon rond en dan gaat hij. Officer Russell hier. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Dit is zo naar. Hallo? I almost can't take it. Time to make things worse, so I can't see a goddamn thing down here. Ik vind het heel eng. Ik denk dat Russell doodgaat. Russell gaat sowieso dood. Oh mijn god. What the? What the? Oh mijn god. Dat verklaart ook waarom het zo stonk. Wie is Madison? Gadverdamme. En nu? Ja, ik weet niet. Oh, ik vind het zo naar. Ik ben echt bang voor een of andere hele erge jumpscare. Oh, shit. Madison? Is dat you? Ik hoor echt bobbels. Ik vind het zo naar. Show yourself. Nee, ik kan hier echt niet. Ik kan hier heel slecht tegen. Ik kan hier heel slecht tegen. Ik kan hier heel slecht tegen. Ik kan hier heel slecht. Ik wist het. Ik vind het zo niet leuk. Oh mijn god, en nu dan? Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Russell, rip jou, F jou. Maar jij gaat dood. Ik vind het heel zielig, maar Russell die gaat binnen 3, ja, 2, 1 en dood. Of zoiets, of niet? Hallo? Oh mijn god. Mag het trouwens ophouden met zo erg irritant te... Nou, gaan we nou serieus door met dit? En nu? Dat was niet lief. Wat? Nu zijn er allemaal rode deuren. That woman. Is it possible that she's still alive? Wie weet, misschien is ze nog steeds levend, ja. Maar ik ben in ieder geval niet meer levend. Fucking hell. Oh, kan ik door gewoon zo'n deur gaan? Oh, ik vind het echt heel naar. Maar het probleem is dus ook dat ik alle deuren kan openen. Oh, wat is dit? Moet ik hier echt een foto van gaan maken? Misschien moet ik al deze deuren open doen. Moeten we er een foto van maken? En dan komt misschien wel die Madison in het midden of zo. Zou dat het zijn? Zo'n voorgevoel heb ik. We gaan het gewoon proberen. Ik kies alle rode deuren. Het doet me helemaal niks. We hebben al toch een paar keer geschrokken, dus we maken er een foto van. Oké. Het doet wel iets. Maar het doet ook weer helemaal niks. En alleen het licht knippert. Staat er ook iets op de foto? Helemaal niks. Top. Wat nu dan? Oh mijn...
Sorry voor het maken van die foto, denk ik. Sorry. It's allemaal locked. Oké, we zijn opgesloten. We maken een kringetje van rode deuren en van jongens en kakkelakken. Kakkelakken was geen goed teken. Dat heeft die man ons verteld. Maar ook geen één deur werkt. Wat moet ik nou doen dan? Moet ik een foto maken misschien? Top. Grandioos, het werkt er helemaal niet. Ik heb er dus een foto van gemaakt en die foto werkt niet. En voor de rest kan ik geen één deur openen. Wat moet ik hier doen? Ik zie wel al die oh, er ligt hier een extra foto. Moet ik een foto maken van één zo'n deur misschien? Nee, dat doet ook helemaal niks. Oh, ik vind het zo naar. Al deze kakkelakken ook. Wat moet ik met jullie dan? Moet ik jullie doodlopen? We moeten dus foto's maken van deuren. Ik ben heel benieuwd. Ook niks. Dan deze twee deuren een foto van maken. We maken echt veel gebruik van die camera, joh. Allemachtig. Zien we daar wat op staan op de deuren? Nee, ook niet. Dus dan moeten we van deze twee weer een foto maken. Nou, dat werkte dus wel. Echt waar, al deze jumpscares zijn echt niet leuk. Je ziet ook nu letterlijk nog maar één deur op die foto staan. Oh, en dan kunnen we hier doorheen. Hallo, welcome back, dankjewel. Ik ben heel blij om weer terug te zijn in deze kelder. Goh, wat heb ik dit gemist, zeg. Woehoe. Oh, ik vind dit echt niet leuk. Wat hoor ik daar? Ik hoor daar ook iets, ik vind het zo... Ik vind het echt heel eng. Waarom is het zo eng? Ik schijt echt in mijn broek. Dit is misschien wel het engste spel wat ik tot nu toe in 2022 heb gespeeld. Oh, en heeft hij weer last van zijn kop? Dit meen je niet. Hou toch eens je kop erover op, jongen. Och, jonkje toch. Je hebt het ook zo zwaar, hè? Nou, waar gaan we nu heen dan? Open notebook. Oh, dat zijn steeds hints van waar we naartoe moeten. Ja, want we hebben dus net een rode deur gevonden. En nu moeten we naar de zolder. Maar waar ga ik ooit de zolder vinden? Oh, telefoon! De telefoon gaat! En daar staat helemaal niks op. Laten we die telefoon opnemen. Hallo, telefoon. Hoe kan het dat je net geen signaal had en nu wel? Joehoe. No signal. Ben ik nou serieus te laat? Nou, oké, top. Wat kunnen we dan doen? Daar hebben we nog niks nieuws voor. We moeten even terug. Wacht eens even. We hadden trouwens ook nog een code. Kunnen we die code niet invullen? Wat was die code ook weer? 1987? We hebben nog een datum gehad. Dat was de datum dat die Madison kwam. Misschien kan die hier ingevuld worden. 1987 dacht ik. Toch? Of zo? Zullen we dat eens proberen? Nou, dat werkt dus echt grandioos helemaal niet. Ik had echt goede hoop dat dit ging werken, maar nee dus. Of was het 78? Ook niet. Nou, mooi kut. Ik weet niet wat ik moet doen. Is er nog wat in deze kastjes misschien? Ik heb nog niet eens al deze Oeh, hier is iets. Kan ik daar misschien een hamer op gebruiken? Gewoon om dat kijk... Of met de schep? Ook niet. En met de hamer? Ook niet. Nou, oké, dan hebben we daar waarschijnlijk toch wat anders voor nodig. Voor de rest iets in deze kastjes? Ik heb ze nog lang niet allemaal bezocht namelijk. Maar het lijkt erop dat ik hier helemaal geen ene kut in ga vinden. Oh, ofwel een tekening. Voor grandpa? What the heck? We were able to have breakfast with grandpa. Oké, dat is wel heel bijzonder. Heel interessant. Nou, leuke tekening in ieder geval. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Oh! Oké, ik heb de attic gevonden, denk ik. Ik heb het zolder gevonden. Zolder, here I come. Laten we eens kijken wat er is. Ik ben heel benieuwd. Ik ben blij dat we die zolder toch nog even vonden. Die zolder zit dus helemaal omlopen. Daar, top, grandioos, hallo. Eens kijken wat we hier gaan hebben. We kunnen de ladder wel zo mooi uitklappen. Oké. Dan gaan we nu naar boven. Ik krijg een beetje Visage vibes van dit spel. Ik heb het gevoel dat ze dat ook een beetje als inspiratie hebben gebruikt. En oh, daar zijn we. Hallo, zoldertje. Ik weet ook niet wat dit voor grote zolder... Ik hoor ook zoveel geluidjes. Oh, my. En hier eindig ik de allereerste aflevering van Madison. Heb je genoten? Druk op dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer horror en meer afleveringen hiervan. En ik kan maar één zeggen tegen jullie en dat is... Doei!